Goedemiddag, hier zitten de diehards die zelfs de derde ronde nog meemaken. Hartelijk, hartelijk, hartelijk welkom. Ik heb ze gevraagd, hoe moet ik jullie introduceren? Toen zeiden ze, zeg maar, Frank en Mark en ze gaan het over bevers hebben. Dus de vloer is aan jullie. Oké. Goedemiddag allemaal. Welkom. Dit is inderdaad de laatste presentatie, workshop. Ik hoop dat jullie nog even zin aan hebben. We gaan eerst onszelf weer voorstellen. Ik ben Frank Janssen. Ik ben van de waterschap Drentse Overijs Delta uit Zwolle. En ik ben de waterkeringbeheerder. En ik ben Mark Roodegatter, teamleider bij het waterschap Hunzenaars, Drenthe en Groningen, Noordoosten. Ja. En samen maken we er eens van. Ja. Ja. Nou, bevers uit de dijk, een probleem of een uitdaging? Nou, iedereen kent de bever. Het is een prachtig diertje. Als je hem in het echt ziet, het is geweldig gewoon. Ja, het is een probleem of is het een uitdaging? Ik zou eerst graag van jullie willen weten, wie zijn jullie? Wie zijn van de waterschappen, als ik vragen mag? Er zijn er aardig wat. Rijkswaterstaat misschien nog. Adviesbureaus. Oké. En wie heeft er al een bever in de dijk gehad? Er zijn aardig wat. Oh ja, dat valt nog mee. Ja, oké. Okay. Oké, okay. En zitten hier toevallig adviseurs die dijken beoordelen? Ben ik ook benieuwd naar. Oké, dat is mooi. Nou, de volgende. Het doel van deze workshop is het delen van ervaringen. We hebben zo meteen heel veel dia's. Echt, ik denk dat er heel mooie voorbeelden bij zitten. Maar we zijn vooral benieuwd naar jullie ervaringen. Misschien zijn er dingen wat we van elkaar kunnen leren. Dus, hoe krijgen jullie de graafschade in beeld? En op laatste discussie eigenlijk van met het beoordelen van de waterkeringen, van moeten we die graafschade, of nu van de bever is, of van een das, of van een mussengrat, moeten we daar niet iets meer mee doen? Is dat nu niet onderbelicht, zeg maar? Dus, als er vragen zijn, wil ik even vragen om die even te onthouden. We hebben zo meteen een paar momenten dat we even kunnen praten met elkaar. We willen eerst even wat laten zien. Dus Mark? Ik heb een plaatje meegenomen van de zoogdiervereniging. Wij inventariseren een stukje Noordoost-Nederland. Eigenlijk wordt de waterschappen altijd gevraagd. Sorry, nu ben ik klaar. Dank u wel. Wordt ons altijd gevraagd om even aan te geven van hoe gaat het met de verspreiding van de bever. Achteraf hadden we gewoon heel Nederland moeten doen, want die grote rivieren, dat is allemaal rood. En wij zien ook dat de bever, de verspreiding gaat vrij snel. Voor ons geldt, ik zit hier in deze hoek, vanuit Duitsland, de Eems, daar zitten veel bevers. En wij komen op verschillende plekken, komt er nu gewoon Nederland binnen, ook aan die kant. Dus over 5 jaar is deze hoek veel rooier, is die verbinding, nou die zal er misschien nog net niet zijn, over 10 jaar wel. En ik denk ook dat we heel veel moeten denken van het eindplaatje, jongens, waar komen we terecht? Eindplaatje van de bever is natuurlijk ook een zaak van de provincies. Die hebben het natuurbeleid allemaal. En op een gegeven moment moet daar ook keuzes worden gemaakt van willen we de bever overal hebben of niet. Ik denk dat dat naar de toekomst toe wordt een hele kritische. Want als die overal moet zijn, dat betekent ook dat je heel veel moet investeren in kaderverdediging. Dus in versterking van kaders. Daar ben ik. Zo diep zijn ook gelijk de gaten. Ik kom nog dieper, maar dan liep het over mijn waterpak heen. Dus de gaten zitten ook behoorlijk diep op dit gebied. Dit is langs de Hunze. 2008 zijn ze uitgezet. En dan toen dachten we ook nog van ze blijven met name wel een beetje in de natuurgebieden. En dat loopt wel los. In stedelijk gebied, Hoge Zand, hebben ze in de Valtemont overal in het stedelijke. In het landbouwgebied krijgen we veel problemen. Ook met dammen en zo allemaal. Dus het gaat eigenlijk veel sneller als wij denken. En naar die geschat. Nou, ze bouwen burchten. Dat weten we misschien nog wel van vroeger uit Donald Duck of zo. Niet alleen maar in mooie natuurgebieden, dus gewoon langs de N34, maar ook, waar we zijn in de woonwijk, we zien ze overal. Nou, ze zorgen voor ruimte, voor licht op de bodem, dat doen ze ook keurig. Begon met 2 bomen en die eigenaar die vond het allemaal hartstikke leuk, die dacht, oh, mooi man. Op een gegeven moment waren er 20 bomen lagen om voor in de winter en toen werd hij toch wat, dan gaat mijn productiebos, dat is toch niet helemaal de bedoeling. Zo'n familie breidt uit, krijgt jongen, die zoekt een nieuwe plek en zo gaat het de hele tijd. Die bomen gooien ze niet voor niks om. Het wintervoer is de schil, de bast van de boom en van de takken. En die takken gebruiken ze natuurlijk ook voor de burcht en ook voor dammen te bouwen.
In een vlak land als Nederland geven dammen toch wel gauw problemen. Zeker bij ons het gebied Veenkolonie is het allemaal landbouwgebied. En zie je de effecten. Als zo'n dam, die stuurt het water op. Dat is puur omdat de burger ligt hierachter om die ingang onder water te houden. Maar daarmee zie je gelijk het probleem dat het wordt hier te nat. Aardappels of producten blijven daar in het land die rotten weg. En die boer die komt naar het waterschap toe, zegt, we hebben een pijlbesluit, dat haal je niet. Hoe zit dat jongens? Wie gaat het betalen? En als er geen takken zijn, pakt hij mais of tarwe of bietenblad. Hij stopt gewoon een rondtachtiger dicht met mais. Hij is heel creatief qua weg- en waterbouw. We hebben ook wel geprobeerd hier met een bevendissiever, dus een buis, om het pijl een beetje te levelen. Maar de praktijk was bij ons in ieder geval dat hij heel snel daar een dam weer achtermaakte. Of in de hoofdwatergang of nog een stuk verderop. Dus die omzeilde die ook allemaal. Nou, we zijn hier niet voor niks op een dijkendag. We weten allemaal, dijken zijn van levensbelang. Nou, je ziet ook gelijk al die grote rivieren. En daar is het kritisch. En heel veel van diezelfde grote rivieren zitten ook bevers. En bij ons is dat met name in het noordelijke deel Groningen. Dan kom je echt in het lage terecht. En ja, het plaatje daarnaast is eigenlijk vond ik altijd een heel mooi voorbeeld van de muskusrattenbestrijding of het muskusrattenbeheer. Voor de bever die maakt veel grotere gaten, graven veel sneller, is het risico alleen nog maar groter. Want ze graven ook. En dat is ook waarom we hier zitten en waarom we dit willen vertellen. Nou, ik heb zelf even een... ja, kijk eens. Nou, netjes. Man. Iedereen een Rembrandt, hè? Ja. Ik ook. Om het even te visualiseren, net als een muskusrat maakt de bever de ingang onder water, dus dat er geen predatoren in kunnen komen. Gang onder water, nou, boven de capillaire zone, en daar maakt hij een oeverhol. De praktijk is dat dat meestal niet eentje is, maar als die wat langer zit, dan zie je meer, nou hier zie je zo'n oeverhol. Hier zat er ook één, en daarachter zat er nog één, en dat stuk is een meter of 20, 25 breed. Dus het is niet één plekje wat verzwakt, maar je pakt gelijk een heel stuk van de dijk die problemen geeft. Nou, deze zit al echt... Nou, net ruim onder de insteek van die dijk. Die vooroever is ook deel van de hele constructie. Dus ja, je krijgt gelijk grote verzakkingen. En dat is ook gelijk het andere probleem. Wanneer ga je maaien als het gras hoog is? Nou, dan zie je dus echt niet wat eronder gebeurt. En dit willen we niet hebben. Wij hebben een grote eigen dienst mogen aannemen. Je wilt niet dat er ongelukken gaan gebeuren omdat zo'n trekker wegzakt in zo'n hol. En dat hebben we nu al een paar keer gehad met eigen dienst, met kranen. Maar ook hier een combine was hier weggezakt. Hier woonde eigenlijk de bever, dat wisten we. Deze sloot is ingegaan, die zaten gewoon twee pijpen onder van 7 meter. En daar is die combine weggezakt. Nou, wat krijg je dan? Die boer die wil die ellende niet. Dus die heeft gelijk in al die sloten alle boomopslag weggehaald. Want die denkt van, zo'n bever onvriendelijk mogelijk maken. Want die ellende wil ik niet. Niemand draait ook voor die schade op. Oogschade wordt vergoed. Maar de materieel- en stilstanduren die kunnen ze nergens in rekening brengen. Nou, kraan die is weggezakt. Ja. Hoe breng je zoiets in beeld? We hebben ooit dat PUR model gemaakt voor een muskusrattengangenstelsel. Nou, hier was een wandelaar weggezakt in het maaipad. Dus hier vonden we er zat een oeverrol onder. We hebben dan een heel protocol dat we netjes stokjes ervoor zetten om te kijken dat er niks in woont. En zo, dat hebben we allemaal keurig gedaan. Ik dacht, ik neem 15 bussen PUR mee, dan moeten we hem toch wel een beetje in beeld krijgen. En die had ik erin geblazen en hij was nog niet half vol. Ik dacht, oh, hup, naar de bouwmarkt. Nog 20 erbij en ik had er 28 nodig. Maar heb je een beetje een idee? Het is een slootje van nou, ruim een meter in de bodem. Dus de habitat is dat totaal niet logisch. Zeker niet omdat er een brede naast ligt. Maar ja, dit soort holen, en dan praat je over dit soort gangen, die zitten daar dus gewoon onder. Die graaft hij. Maar zie je hier nog een keer, het is ook niet dat er dus één is. Hier zie je een stuk langs de Hunze. We hebben hier in het begin met de grondradar een stuk geprobeerd van 550 meter. Daar vonden we 29 van die oeverholen en die varieerden van zo diep tot dit soort gangenstelsels. Dan zie je hier ook, deze hebben we toen in december hebben die vrijgegraven. En toen waren er nog een aantal over. Die hebben we dus gewoon allemaal vrijgegraven om te kijken van hoe lopen ze door. En de een was verder dan de ander. En een ander heel tricky ding was. En daar kwam ook achter. Hierboven zit een hele harde oerlaag, zo'n dikke. En daarboven hadden we gangen en wat nestkommen en zo. Was allemaal verlaten.
Maar we prikten er doorheen en daaronder zat nog een hele tweede verdieping. Of eigenlijk een kelderverdieping. Dus onder die oerlaag waren ook nog allemaal zulke pijpen. En die gaan dus echt tot onder midden in de dijk. Dus met hoog water, dan staat het water tot hier ongeveer. He, dus dan staat die vooroever helemaal onder. Dan krijg je enorm veel druk en kwel onder die dijk door. En je ziet het niet, hè? De ingangen zitten onder water. Aan de buitenkant valt het niet op. Ja, hierna was een gat ingezakt. Maar je ziet dus geen enorme bult zand liggen of zo. Van, hé, hier is hij aan het graven. Hoe zoeken we ze dan op? We hebben sonaronderzoek. Een enorm duur woord voor gewoon een soort fishfinder die we gebruiken. Maar de bedoeling is goed. En op zich werkt hij ook. Het lastige is dat heel veel van die dingen zijn gemaakt om op de bodem te kijken. En niet naar de zijkant. De zijkant is 80 of een meter diep. 80 centimeter. En zo zijn we aan het proberen ook op kleinere, smallere watergangen waar je de bodem niet in kunt doen. Doen we dat met zo'n trapkano. De handen vrij om even een screenshot te maken of wat dingen in te zetten. Dat werkt op zich goed. En dan ben je op zoek van, waar moet je nou naar kijken? Hier zie je eigenlijk een hele plaat met uitgekomen zand. Dit lijkt heel logisch, want er komt gewoon een paar kuub uit. In het midden zit een soort geul die veel dieper is, waar die in en uit zwemt. Maar de praktijk is dat we die eigenlijk nooit meer zien. Dit is het beeld wat we op het beeldscherm zien. Je moet even voorstellen, je vaart in het midden. Hij schijnt naar de zijkanten, net als een lamp. En zoals een onderzeebootfilm, ping, geluidssignaal, die wordt weer kaatst door de oever. Dus hier is een soort, de redelijk harde oever, beschoeiing, gewoon een plank. Nou, daar komt hij op. En op een plek waar dus een oeverhol zit, dat is dit, dan is hij langer onderweg, dus dan krijg je dit puntje. Ja, maar je weet niet of je het einde van je hol te pakken hebt, hè? Hij kan alleen maar rechtdoor, ja. Ja. Want dat is ook een beetje de beperking namelijk. Want we hebben toen ook van, we hadden het gevoel van, pak onze apparatuur wel alles. Nou, via de veiligheidsregio hebben we via de marine gevraagd aan zo'n duikteam van, goh jongens, leuke oefening, is dat niet wat voor jullie? Nou, de marine heeft hartstikke mooi, heel high-tech spul. En die wou daar graag aan meewerken. En die zien inderdaad dus wel heel mooi dat ping, hè, dat oeverhol. Hier zie je een beetje een detail. Hier zit een soort beschoeiing die was zo hoog eigenlijk was vroeger voor het riet vast te houden. Daaronder is die uitgespoeld, dat zie je ook keurig. En hier zie je nog, ja, wat dingen. Een oeverhol wat de bocht omgaat, die zie je niet. Hij pakt alleen maar het rechte stukje. Een oeverhol wat vanuit de bodem omhoog gaat, die geeft hij ook niet terug. En met duurder spul, met echt wat dit, is hartstikke goed spul voor 60.000 euro. Dat geeft zeker beter resultaat, maar het pakt nog steeds niet alles. En dat is ook gelijk het grote probleem wat wij ervaren. Als je een inspectie doet, wil je eigenlijk 100% het liefst weten. Maar dat redden we niet. Gewoon puur omdat als er een gang de bocht omgaat, ja, dan zie je maar een heel klein stukje. En dus nogmaals omhoog. Nou, we hebben ook gekeken met de warmtebeeldcamera. Daar vonden we wel een beetje de ingang, maar je zou verwachten, dan moet je toch met dat water erin. Als het ware in de bodem moet je dan een warmer. Nee, dan moet je toch kleuren zien, het kleurverschil zien. De praktijk is dat we dat in ieder geval niet gevonden hebben. De grondradar werkt op zich goed als de dijk heel ongeroerd is. Als het ook vlak is, hè, dan kan er geen bomen en zo op staan. Maar als je daar twee keer die gaten hebt hersteld, al dat geroerde grond, dat komt allemaal terug in dat bodemprofiel wat je terugkrijgt. En dan is het gewoon, haast niet meer betrouwbaar. Dan is het niet, de effect is veel minder. Ja, je mag niet te druk klein zitten. Nee, nou ja, dat was hier nog niet eens aan de hand. Daar gaat hij sowieso niet doorheen. Nee, oké. Maar die ervaring hebben wij hier, hadden we in ieder geval niet. Maar, en het is heel bewerkelijk. Hij moet er overheen. Daarna moet je dus op een aantal referentiepunten moet je opengraven. Is dat nou wel of geen bevergol? En daarna komt de landmeetploeg pas om die punten uit te zetten. En het voordeel met een sonar of met zo'n drone is, je ziet ze gelijk. Tenminste, dat is wel het makkelijkste met de inspectie natuurlijk. En ja, wees ook eerlijk, dit soort rietvelden, dus een dijkje is gewoon van internet geplukt, hoor, ben ik heel eerlijk. Maar dit soort rietoevers, daar heb je gewoon geen beeld of die er wel of niet zit. Ja, je kan zo'n 6 meter gewoon huppakee die gangen maken. Je kan hem 6, 7 meter op een nacht kan die graven. Dus het is een enorme graafmachine. Ja. Nou, dat is de eerste vraag naar jullie. Ja, ja. Nu hebben we jullie ervaring nodig. Je hebt net een aantal inspectiemethodieken gezien. Missen we hier nog wat?
Heeft iemand ervaring om op een andere manier die bevers te sporten eigenlijk? Die bevergaten. De bevergaten, ja, inderdaad. Als je wat wil zeggen, steek dan even je hand omhoog. Kom ik met de microfoon naar je toe voor de geluids- en beeldrecording. Hallo, ja. Ja. ik denk dat de oevers die zijn natuurlijk begroeid, waar je net over had, over die rietkragen en zo. Ja. En ik denk dat we toch, ik hoorde vanmiddag zeggen, het was 5 voor 12, voor mij is het 10 over 12 met de bevers. Dat gevoel heb ik ook. Hè? En ja. Misschien moeten die rietkragen toch verder doormaaien en ook voor de inspectie. Want ik denk dat we daar ook wel tegenaan lopen, het meeste. Ja. Dat lijkt me wel een vereiste. Want de inspectie waar je net zei, de langsvaren, ik heb het ook wel eens gedaan, het is bijna onbegonnen werk. En je wil graag dat die rotzakken wegblijven. Hè? Ik doe maar een rotzak. Hè? Ja. Een leuke rotzak, een leuk beestje. Alleen, ik zeg altijd 10 over 12. Ik hoop dat er iets uit gaat komen vandaag hier. Ja. Hoe vaak inspecteren jullie op de bever? Wij inspecteren natuurlijk sowieso al 1 keer per jaar de grote inspectieronde op de dijken. Maar wij gaan wel af en toe 1 keer in de maand, 1 keer 2 weken rond. We hebben ook heel veel contact met de rattenvangers. Ja, ja. En die mensen worden ook steeds onder druk gezet van kijk even mee. Maar die hebben ook daar geen geld voor. Misschien is het handig om met hun ook nog zaken te kunnen doen. Hè, voor de toekomst. Ja. En dat we meer samen gaan werken. Want we moeten meer oor- en oogfunctie in het veld hebben. En hoe leggen jullie de gegevens vast? Hebben jullie een app? Gelukkig hebben onze collega's die voor me zitten een app bedacht. Ja. En wij gaan momenteel alles registreren. En dat we ook in kaart krijgen van hoeveel bevers hebben we en hoeveel vraatschalen en hoeveel dassen. En dat we kunnen laten zien aan de overheid, denk ik dadelijk, waar we tegenaan lopen. Want er zal toch meer mankracht bij moeten komen, denk ik. Oké. Okay. En de wetgeving, hè? Ja, dankjewel. Moet jij niks zeggen, Jan? Ja, maar Janis. Ik ben de collega van Gerrit en die van Hanneke en Sjaak en volgens mij onze Peter zit er ook nog. Wij hebben nu AMA's. Okay. We hebben nu het probleem met de bever, maar ook de das. En we hebben onlangs onze ratvangers hebben een app, de collector app. En daar zijn we nu zelf ook mee bezig. Niet alleen om ze te melden, maar ook te kunnen opvolgen. Dat we gewoon wekelijks foto's kunnen maken van hoe erg wordt die vraatschade nu. Om ook bestuurlijk aandacht te kunnen gaan geven, want die hebben vaak het benul nog niet van wat de gevolgen voor ons ook zijn, ook als toezichthouders qua tijdsduur. Want we hebben gewoon, daar komen gewoon tijd tekort. Feiten verzamelen eigenlijk. Ja. Hartstikke goed. De buurman wil nog iets. Misschien nog als aanvulling. We hebben pas een ervaring met de das gehad, maar voor de bever geldt hetzelfde. De faunabeheereenheid die zegt van wij horen veel te weinig. We weten niet dat er schade is, dus verzamel alsjeblieft alles en geef het regelmatig door. Want dan kunnen wij in het beleid ook iets. Zolang ze niks horen, is er niks aan de hand, zeggen ze. Ja. Dus dat is een tip voor heel Nederland om dat goed op te pakken. Ja, absoluut. Nee, dat is ook precies waar wij tegenaan lopen. Met de Muskelsraad hadden we nooit feiten onderbouwen van hoeveel schade is het. Over die meneer in de hoek wil ik nog even iets. Dus ook aan jullie is graag van houd inderdaad de schades bij de locaties. En dan kun je ook jaar op jaar de verspreiding zien. Maar ook de kosten. Hè? Van wat kost het herstel? Wat doe je zelf? Eigen uren, maar ook aan aannemers die het eventueel herstellen. Of door wat voor reden. Want het tikt behoorlijk aan. Ook met gaten, maar ook met dammen. Maar ja, ik begrijp uit de verhalen, ook als kraken gemaaid zijn, dat je nog maar een heel beperkt beeld krijgt. En ik ga er dan ook vanuit dat je niet constant die geavanceerde apparatuur tot je beschikking hebt van, wat was het, Defensie? Ja, van de marine. Ja. Dus, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst een methode hebt waarvan je gewoon duidelijk weet van, nou luister eens, daar zit een gat, daar zit een burcht. Want als je dat niet hebt, dan wordt het wel heel lastig zoeken. Ja. Nou, dat is precies wat er aan de hand is. Ja. We zijn er nog niet 100% over uit wat nou goed is. Het maaibeleid, wat jij ook aangaf, dat is terecht. Als er een rietkraag van 1,5 tot 2 meter zit, dan wordt die bundel van die sonar die wordt gewoon verstrooid. Dus dan zie je de gaten niet. Dus je moet eigenlijk, net anders dan het huidige maaibeleid, wat eigenlijk bijna alle waterschappen doen, moet dit soort oevers korter maaien. Nou, kost geld, kost tijd, je wijkt van je beleid af. Maar ja, voor je veiligheid wil je het wel. Ook voor de veiligheid van de mensen natuurlijk. Maar ook zeker voor dijken. En dat geeft aan echte risico's van waar water aan de dijk is. Dan moet je het echt in de gaten houden.
Ja. We hebben 2 jaar geleden laagwater op de Maas gehad en toen is pas duidelijk geworden waar de bever zat. Dus ja. Het is wel een groot probleem dat je ze van tevoren niet ziet. En misschien in mijn water lopen dat je af en toe een keer periodiek het water omlaag zou kunnen laten om te kunnen inspecteren. Bij de Maas of andere rivieren wordt dat heel lastig, maar ik vrees dat we een groot probleem hebben wat we nog niet in beeld hebben. Nee, ik ben met je eens. Ja. Ja. En ik denk ook dat nu met een nieuwe bestuur van na de verkiezingen, dat het heel goed zaak is om onze mee te nemen. Ons, ik heb zelf met mijn afdelingsgroep over gehad, dat valt hier toch wel mee, Mark. Woef, en zakt dat zover in het water. Oeh, dat is gevaarlijk. Zee, dat is precies wat we... Ja, ja. Ja. He, dus neem ook die nieuwe besturen mee om te laten zien, jongens, wat kost het ons allemaal en hoe, wat voor een situatie, waar lopen we tegenaan? Ik heb nog een vraag. Ja, ik had nog een vraag. We hebben het over regionale kaders en waterlopen, de plaatjes. Ja, primair hebben we er ook last van. Ja, nou, ik zou even denken, voor primaire kering in ons gebied hebben wij of vrij brede uiterwaarden of er ligt rond een dagelijks waterlijn een bestorting. Ja, maar goed, met hoog water kun je misschien wel verwachten dat ze hebben nu wat plaatsen nabij de kering waarbij ze zich een leuke plek hebben waar ze zitten. Maar als het water zou gaan stijgen, hebben jullie ook ervaring in hoe snel ze eventueel in de dijk zouden willen gaan graven? Nou, deels komen we daar zo meteen op. Dus ja. Dat, ja. Hè, ik hoop dat je zo meteen een antwoord krijgt, anders moet je nog een keer aan de bel trekken. Ja. Ja, we hebben nog meer plaatjes. Dus, ja, misschien dat het namelijk ook nog wel... Er sprake komt, maar hebben jullie deze vraag of dit probleem niet gewoon breed uitgezet, ook buiten het waterschap? Hè? Dat de techniek daarover na kan denken van dit is het probleem, is daar apparatuur? Ik ben bij een aantal bedrijven heb ik zelf met hun, ook vorig jaar heb ik hier wat contacten gelegd. Ze hebben ook in het veld wezen kijken en ik moet eerlijk zeggen... De oplossing heb ik daar nog niet gevonden, maar ik probeer er op die manier wel ook naar adviesbureaus in ieder geval aandacht voor te krijgen dat ze erover na gaan denken. Ik denk dat we dat het heel breed is. Ja, dat het ook een hele bult werk is. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat we, wat Jacques net zei, we moeten eerst feiten verzamelen, we moeten aantallen hebben, schades, wat kost het en dan wordt het wel warm bij iedereen denk ik en dan moeten we naar een oplossing zoeken. Op dit moment, ja. We zijn ook nog een beetje zoekende, zeg maar, hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Misschien kunnen we Dolf even het woord geven van de Unie. Ja, ik ben Dolf Moerkus, Unie van Waterschappen. Toevallig hebben wij net 2 weken terug, 3 weken terug, een vraag uitgezet bij de waterschappen over graafschade door bevers. We zijn met een aantal waterschappen bezig om een nieuw beverprotocol te maken. En een beverprotocol is, hoe ga je als waterbeheerder om met de bever in waterkeringen in je watersysteem? En als je wilt ingrijpen, dan leun je ook al snel op een faunabeheersplan wat er in je provincie moet zijn. En voor het opstellen van die faunabeheersplannen, dan willen die provincies weer weten van ja, en hoeveel schade hebben jullie nou daadwerkelijk? Dus daar hebben we recent ook bij waterschap vragen over gesteld. Ik heb van WDO Delta bijvoorbeeld al de informatie binnengekregen. Mark is ook bezig. Het loopt niet allemaal via mij. Er zijn ook mensen van Stichtse Rijnlanden en van Vallei en Veluwe die de vraag gesteld hebben voor hun gebieden, want die beverprotocollen, dat wordt gestuurd vanuit deels vanuit Rivierland en deels vanuit Stichtse Rijnlanden. En dat willen we als een olievlekwerking ook die nieuwe beverprotocollen in Nederland gaan introduceren. Maar heb je dus voorbeelden van graverijen? En met name is dan ook de antwoorden van ja, wat heb je gedaan? Hoeveel uren heeft het gekost? Wat heb je aan externe kosten gehad? En ja, wat voor preventieve maatregelen heb je genomen? Stuur ze op. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja. We gaan verder. Ja, hoogwater. Ik zag dat dit plaatje is van Rivierenland met die bevers in de dijk. Want dat is de andere kant natuurlijk. Als het water gaat stijgen, dan ligt... Nou, dit is maar een lullig kaartje, daar ben ik eerlijk in. Maar de vooroever waar ze wonen, en dat heb je natuurlijk in de uiterwaarden ook, die komt onder water te staan. En die bevers moeten een andere plek hebben. En bedenk ook goed, als het zo nat is, en er heeft 1,5 week lang geregend, die kades, en zeker, dat is een verse kade bij een bergingspolder, maar je kunt er niet of nauwelijks meer bij om daar klei heen te brengen, om te repareren. Het is allemaal behoorlijk doorweekt. Op een aantal plekken, sommige plekken, natuurlijk kun je gewoon met de weg langs. Een ander probleem is, als het zo bij hoogwater, er drijft enorm veel riet en van alles en nog wat takken en zo. Dus je hebt eigenlijk geen beeld onder water. Dus je ziet ze heel moeilijk graven. Als ze dus uit een hol of uit hun vaste plek in de uiterwaarde weg moeten.
De kans is heel groot dat ze dus een droge plek zoeken. En dat kan heel goed de dijk zijn. Maar die holen die zie je vaak daar niet. Ja. Nee, dat zie je niet. Nee, jij bent van de IJssel, dus jij weet het wel. Ja, ja. Toch wil nog iets zeggen. Ja, je ziet ze sowieso niet van boven. Je moet vanaf het water kijken. Dus je moet er varend langs. En dat doen ze bijvoorbeeld bij Rivierenland. Die hebben bij de dijkinspecties, ja, bij hoogwater. Dan nog zie je varen. Ja, maar van onderaf, dan heb je wel beeld als de gaten zitten. Ja. Van bovenaf zie je het echt niet. Nee. Dankjewel voor de aanvulling. Eén vraagje dan? Of? Dan kunnen we... Ik wil even toelichten van Reewaterschap Rivierenland. We hebben in de dijkwachtorganisatie muskratenbeheerders opgenomen. En die vormen zogenaamde beverpatrouilles. En die gaan bij hoogwater specifiek voor de beverspeuren. Ja. Alle patrouilles die zijn ook uitgerust met zakjes zwelkleikorrels. Zodra wij een beverhol vinden, wat we dan provisorisch even moeten dichten, dan doen we dat met zwelklei. We hebben hele goede ervaringen mee. Ja. Okay. En verder heel veel preventief verticaal gaas ingraven, schanskorven, stortsteen. Ja, in de oever bedoelt u? Oever, en neem vooral zijn voedsel weg. Laat niet het wilg op schot, ja, zijn gang gaan, maar houd het kaal. Ja. Zorg dat die bever in de buurt van de oever, ja, geen voedsel vindt. Oké, okay, dank je. Goed, dit is bij ons in gebied. Dit is bij Weijen. Je ziet mijn collega hier staan. Wat Mark net zei, ze graven vaak, ze gaan onder water dus. Hè, en ze hebben een soort goot. Of een, nou, hier zie je het verschil. Hè. Wijnand, onze collega, die staat hier in de goot. Je kunt direct zien wat het verschil is. Nou, dit is de ingang. Je kunt echt, nou, hier kun je het wel goed zien. Ja, misschien van achteren. Hier zie je echt de halen van de poten, zeg maar. Het is gewoon vette klei. Dus dat beestje kan echt wel wat. Nou, het is een drooggevallen gat. En dit is toch een diameter van 80 centimeter ongeveer. En ja, we weten eigenlijk niet. Dat is ook zoiets. Ja, hoe diep zit die gang? Dus we hebben een baak meegenomen van 5 meter. En dan steek je 3 meter erin. Ja, dat is weer rechtstandig. We weten niet als hij na 3 meter dit doet. Dus we hebben de oplossing niet gevonden nog niet. Dus nou, hier is Wijnand aan meter, een diameter. Ja, inderdaad, wat hier nu gebeurt, we hebben heel veel begroeiing, de gemeente heeft dat gedaan, heeft dat weggehaald. Je moet inderdaad, je ziet ook vaak dat ze onder een boom gaan nestelen, zeg maar. Daar maken ze de gangen. Dat is net een soort kapstokje, lijkt het wel. En op enkele plekken hebben we nu dit ook weggehaald. Nou, dit is vlak voor kerst. Johan Elsoff, die samen met mijn collega, die samen met een aannemer ook naar Weijen gaan. Ja, wist ook niet hoe diep die bever zat in de dijk. Dus een kolk. Nou, hier zijn we gaan graven. Nou, we wisten niet waar we tegenkwamen eigenlijk. Op een gegeven moment, we kwamen in de chain van de primaire waterkering uit. En Johan, hoe diep zitten we hier? Weet je... Is dat op die 2 meter onder de maaiveld? Ja. Diepte van de gang was continu 2 meter onder het maaiveld. Het was dat er laag water in die kolk was ten opzichte door de lage waterstand van afgelopen winter, zeg maar. Daar zag je eigenlijk dat die bever vrijwel horizontaal naar de dijk toe ging. Ja. Bij de voet van de dijk nog steeds op 2 meter diepte, dus aan de bovenkant in het maaiveld werkelijk niks te zien, nee, te voelen. Je prikstok van een meter is te kort, die van 1,5 meter is te kort. Alleen nog door het opgraven wisten dat die uiteindelijk te volgen met onderweg een paar wat grotere gangen, maar uiteindelijk is die wel 11 meter lang vanaf de ingang. Nou, hier zit bijna op dezelfde locatie, hier zie je die bomen nog staan. Die zijn inmiddels ook, we hebben alles gerooid daar, alles is weg daar nu. We hebben verder geen stortsteen of zoiets hier neergelegd. Ja, het probleem is voor nu even Klaardam, inderdaad met hoogwater. Die bever zit er nog hoor, die zit daar verderop in de uiterwaarde, dus we weten niet wat die gaat doen. Nou, dit is mijn laagwater. Ik zal Mark iets van jou dus horen of niet. Ja, dit was ook langs de IJssel. Een vooroever met bebossing daarachter en daarachter loopt de winterdijk, een meter of 10 is die strook. Hier zie je dus met laagwaterkooi prachtig zien in de grote rivieren. Nou, hier is een hol, daar zit een hol, daar zit een hol. Eigenlijk heel veel, net als een muskusraad, onder een boom inderdaad. Ja, dat is een mooi stevig plafonnetje, dus dat zakt niet in. En die takken die steken ook 2-3 meter over. Dus je kunt er eigenlijk met je voet, waar wij dan normaal de muskusraad er gaten mee opzoeken, daar kom je daar niet of nauwelijks. Er blijft van alles in hangen, hè, want hier zie je de gaten nog redelijk, maar ook met een sonar is dat gewoon een heel onduidelijk beeld. En als je pech hebt, want dat zie je hier ook, hier is dat eigenlijk de geul, dit is de uitgekomen grond. En hier is gewoon een plaat klei, is gewoon voor dat oeverhol weggezakt. En die zie je dus ook niet terug. Die zie je niet op een sonar,
Die zie je eigenlijk de voorlangsloop niet. Maar daar zit nog wel een dikke pijp achter. En ja, hoe lang die is, weet ik ook niet. Maar dat zijn echt risicodingen waar je, die gewoon heel gevaarlijk zijn. Het is natuurlijk klei, dus die gaten blijven gewoon openstaan. Hier zie je in diezelfde zomer heel laag water. Nou, dit is gewoon een soort natuurgebiedje in de uiterwaarden. Dus op zich kon hier niet zoveel kwaad. Er zat een gat. Hier was wat weggezakt. Dus dan gooit hij de tak op dat er geen vossen bij kunnen komen. Hier was wat ingezakt. Dus, en hij ging zo mee met het water. Het water zakte steeds verder en die beven dus ook. Maar hier zie je dus inderdaad zo'n pijp. En die zit er nog steeds op 3 meter van het normale peil. Want nu staat water hier ongeveer. Hier kan het niet zoveel kwaad, maar wie weet wat er nog meer zit. En dat is eigenlijk het hele onheimische gevoel. Ja, wat moeten we met de bever? Hè? Hoe gaan we daar nu mee om? Hoe ver ga je en wat weet je en wat weet je niet? En dan met name dat laatste van waar zit hij nog meer? En zeker in die klei blijft dat gewoon allemaal mooi openstaan. Ik bedoel, dat zakt ook niet in. Ja. We hebben ook wat informatie opgehaald aan de Elbe. En dit is aan de Oder. Oderbroeg. Zij ook. Nou, vergelijkbare primaire kering, net zoals de IJssel bijvoorbeeld, de IJsseldijken. Hier zijn we heen geweest omdat dit eigenlijk een gebied is wat vergelijkbaar is met Nederland. Een soort vallei waar ze ook sloten in hebben gegraven, wat moeras was, wat ze ontwaterd hebben. En qua sloten en alles leek het redelijk op onze situatie. De Oder is de grens tussen Polen en Duitsland, in dit geval. En hier hebben ze al veel bevers, ongeveer bijna een kilometer per een bever per kilometer oeverlengte. En hun hebben er gewoon ook heel veel schade van, ook veel ervaring mee. Nou, na 1 winterseizoen 300 graafschades waar ze met de kraan bij moesten op 80 kilometer dijk. Hier hadden ze dus het gevalletje van, hier onderaan, daar zit hij, dat is een oude meander. Rondendoor de dijk in, 15 meter diep, van 3 gangen. En over een breedte van 25 meter. Dus je hebt aan alle kanten heb je gewoon grote verzakkingen. Of verzwakkingen, dat is het woord. Daarna krijg je verzakking. En deze is ook 3,5 meter diep. Dus die prik je niet. Precies wat jij zegt, dat is het grote probleem. Maar dat viel mij ook op met het opengraven van een bouw. Het lijkt heel, er is niks aan de hand. Het ziet allemaal ongeroerde grond. En dan één keer prik je er doorheen en dan zit er een heel groot gat onder. Dat maakt het verraderlijke ook met bijvoorbeeld nieuwe dijk of dijkverzwaring. Aan de buitenkant zie je het niet, dus eigenlijk moet ze doorgraven en dan weer helemaal aanvullen. Want, wel 5 minuten, Mark. Oh god. Ja. Hier was ook een akkefietje, ze hadden daar netjes eerst beschoeien neergezet, stadstenen voor. Maar daar ging er gewoon onderdoor, dan zat hij dus daarachter. Toen hebben ze daar ASOB-planken ingezet voor die dikke. Ook daar kreeg hij grip op, zo'n gat erin, ging er gewoon dwars doorheen. ASOB, goede tanden. Bang voor mijn schotbalken die ik in de sluis heb zitten. Dat hier, en wat er dus nu als enige, of tenminste wat hun daar dus doen, is gewoon op het laagste zomerpeil, dus echt de laagste waterstand wat ze daar hebben, daar gaan ze zo'n ruim een halve meter onder zitten, gewoon stalen damwand en het gaas wat jij daar hebt, dat maken ze hier aan vast. En dat leggen ze hier gewoon over de grasmat heen, dat 60 jaar garantie. En zo doen ze dus die plek waar die bever steeds terugkomt, waar die graag wil wonen, daar hebben ze dit gedaan. Maar ja, je ziet ook een enorme kostenpost per kilometer. En is dat die 1,6 kilometer? Ja, is dat realistisch? Hè? Ik bedoel, neem de IJssel. Ja. En dat hoeft natuurlijk niet overal waar, maar dit zijn plekken waar het water dus tot aan de dijk staat, hè, waar die dus eigenlijk altijd zit. Maar op een gegeven moment, als het water omhoog zit, ja, die bevers gaan ook kijken van waar kan ik overdag heen. Ze hebben hier, dat vertelden ze ook, in mei een keer hoog water gehad in de Oder. En die bevers hebben jongen. Dus nou gaan die ouders, het zijn al hele familiaire dieren, die gaan dus een gek graven om die jongen in veiligheid te brengen. Dus toen hadden ze nog veel meer schade als wat er normaal in de winter kwam. Dat is ook wel een aandachtspunt. Dus ja, ik weet niet of dit de oplossing is, maar daarvoor alleen stortsteen, daar gaan ze onderdoor of ertussendoor, dat was hun ervaring. Die houten damwand, daar gingen ze doorheen. Ze hadden zelfs de wiepen en zo van de matten, die vreten ze daar ook, of die gebruiken ze voor bouwmateriaal. Dus ja, dat is het gevoel waar we hebben. Ja. Ja, dat is eerst een moment. Wacht even op, wacht op de microfoon. Ik volg hem mee.
Anderhalf jaar terug was ik op een congres. Daar vertelde iemand van ervaring in Zuid-Duitsland en Noord-Italië. Het was een Italiaan. Daar werden gewoon over kilometers lengte werd er stalen gaas ingegraven. Ja. En, want ja, als we het over een kort stukje deden, dan ging hij gewoon net voorbij, ging hij aan de gang. Ja. Of ging hij bij hoog water, ging hij op een willekeurige plek aan de gang. En hij had ook beelden erbij, ja, ergens waar een pijpleiding uit de, een afvoerleiding uit de dijk kwam. Beetje een rare situatie, maar goed, het was een hemelijk verhaal. Ja, daar zat er dus een klein gat, ja, en daar was hij dus naar binnen gegaan. En ja, het is duur. Maar ja, als je het vergelijkt, als die, dijk het begreep. Die foto's die jullie hebben laten zien, als je dat wilt gaan verdisconteren in je berekeningen van stabiliteit en piping voor WBI, ja, dan gaat je faalkans zo gigantisch omhoog. Ja, dat is eigenlijk, op die manier is het dan weer gerechtvaardigd om het te doen. Maar ja, het is. Italiaan had dus al eigenlijk maar één oplossing uit de praktijk geleerd. Stalen netten, want andere netten die vreten ze kapot. Eigenlijk de volgende vraag ook een beetje. Houden we met de beoordeling van onze waterkering al genoeg rekening met de graafschade? En dat is niet alleen van de beven, maar dat is ook met jullie met de das en met de mussenrat. Wat vinden jullie daarvan? Moeten we daar niet iets meer mee? Ja, als je zulke schade ziet, dan denk je, ja, inderdaad, daar gaat onze dijk. Ja. Oh. Jullie zeiden het bij het begin al zo mooi, het is een probleem en een uitdaging en dat zal het denk ik blijven. Maar ik denk dat we erbij stil moeten gaan staan. We zien dat alles wat leeft beheerd moet worden. En ik heb het idee dat de bever wel heel erg aanwezig is en gaat worden. En dat we nog te weinig gebieden hebben waar ze echt gewoon kunnen leven. Dus ik ben voorstander van om al die dure constructies te proberen achterwege te laten, of het zijn bij de aanleg van de kering. En daarnaast zou ik zeggen, creëert gebieden waar ze echt kunnen leven en zorgt dat ze beheerd kunnen worden. Dus dat er niet te veel komen. Ja. En dat kan op verschillende manieren. En misschien moet je op het menu komen, want hij smaakt enorm lekker. Met ketchup erbij smaakt alles goed. Ja. Nee, dat is wel een dingetje hoor. Dat ligt natuurlijk bij de provincies. Hè. Die moeten daar keuzes in maken van, willen die overal de BV hebben of zeggen die bepaalde beekdalen wel, maar niet in het hele systeem bijvoorbeeld. Want dat scheelt enorm in de portemonnee, wees eerlijk. Ja. Ja. En uiteindelijk landelijk, je ziet hoe snel de beverpopulatie, hoe groot die al is. Ja, op een gegeven moment zit je gewoon aan een levensvatbare populatie, dus dat is het probleem niet. Ja, nog een vraag hiervoor. Ja. Nou, we hebben inderdaad de dassen in de dijk gehad en daardoor veel met de provincie gesproken. En die zeiden, breng het meer in beeld, want de laatste keer dat we dat hadden gedaan was 2012. Dus toen zeiden ze, nou, het is allemaal niet zo'n probleem. Nee, er is niks aan de hand. Maar de bever die zien we ook op heel veel plekken. En we gaan nou volgende maand ook een stuk in het teen gaan we opengraven om te kijken. Want we hebben ook grondradar geprobeerd en allerlei technieken ook bij verschillende bedrijven gevraagd. Ja. Om het echt open te gaan graven, om te kijken of zien we gewoon letterlijk een gat erin. Maar hoe diep moet je dan gaan graven? En de natuurorganisatie die daar toen bij zat, die zegt ook van ja, graaf er dan ook gelijk gaas in. En we zitten nu aan de vooravond van heel veel dijkversterkingen. We zijn nu bezig met 25 kilometer. Daar hebben we nu ook al laten opnemen dat je eigenlijk op de risicolocaties voor zo'n 30% van die dijkverzwaring gaas moet gaan ingraven. En dan ben je wel. We hadden nog 2 ton geraamd. Ik zie nu 6 ton staan. Dus met die damwand, ja, ik schrok een beetje. Ze houden daar, en dat is ook op basis van ervaring daar, als het rivierpeil heel laag is, dan gaan ze ook graven hoor. Dus die, we hebben op niet heel veel plekken de rivier echt rechtstreeks tegen de dijk aan staan. Nee, dat scheelt een stuk. Ja, we willen veel uiterwaarden veel natuurlijke inrichten. Ja, wordt voor die beven natuurlijk super interessant. Ja, ja. Over dat gaas. Wij zijn inmiddels teruggekomen op gaas. Graaf stalen matten in. Dat is inderdaad wat die Italianen kennelijk ook hebben ontdekt. Gewoon 5x5 staal. Want de rest gaat hier gewoon dwars doorheen. Ja, of gecorrodeerd. In de voorhoeven. Ja, wij hadden geen wapening staal, maar gewoon echt van dat glimmende staal. Ja. Die doe je dan in de voorhoeven, niet in de kruin. Ik ga met name om de hoogwater. Wat? Dit zei het al, we hebben verschillende constructies. In de voorhoeven hebben we ook steen, maar we beginnen al met het vlak profileren van de teen van de waterkering, want de graven is al minder. Ja. Volledig wilgvrij. En dan kun je wat hoger in het talud, kun je van die stalen matten evenwijdig aan het talud leggen. Maar je hebt echt stevig staal nodig, 5-5.
wil je ze duurzaam eruit houden? Want kippengazen zouden dat rot gewoon door op die waterlijn. Dan ben je zo weg. Oké. Dankjewel. Vanwege de tijd, hebben jullie nog een uitsmijter? Wat waren jullie nog voor plan? We hebben niet de oplossing natuurlijk. Maar, wij hebben ook niet de oplossing in de Nee. Als er nog verder nog vragen zijn, u mag nou tijdens ons ook even aanschieten. Maar het doel was informeren. Ja. En inderdaad, moet hij mee? Dat is dan misschien nog wel de vraag van, moet hij meenemen in die toetsing? Dat is wel iets wat speelt natuurlijk. Ja. Nou, dat kwam gisteren ook wel voorbij. Gisteren ging het over continu inzicht. Ja. Met allerlei rekenmodellen, maar ik heb ervoor gepleit, knoop dit er wel aan vast. Ja. Ja, okay. Maar als je een rekenmodel hebt voor de verzadiging van de dijk, is dit wel een behoorlijk storende factor. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb wel een uitsmijter. Voor jullie allebei een kerstpakket alvast. Kijk. Dat is mooi op tijd. Is altijd goed. Mark, heel hartelijk dank voor jouw enthousiaste verhaal. Dankjewel, Jaap. Geef ze een applaus. Dankjewel.